Het is slechts 10.000 euro extra, maar wat maakt het uit op zo'n hele prijs? In dit geval is hij natuurlijk al gekozen, want het is een occasion. We zien dan de temperatuurmeter, het kompas en de launch control stopwatch. Ja, echt een optie die erbij moet. Fantastisch mooi. Nou mensen, het lijkt bijna een Mr. Wheels filmpje zoals vroeger. Maar we zijn natuurlijk nu van pure luxe. Dus eigenlijk de autofilmpjes van toen zijn een beetje overgegaan in de pure luxe cars eigenlijk. We hebben ook weer onze oude vertrouwde cameraman Alwin Kroon bij me. Alwin die naast me zit, hartstikke leuk. We rijden in een van mijn favoriete auto's, de Bentley Continental GT. In dit geval hebben we die even te leen van Autotron Exclusive in Rosmalen. We rijden hier ook op het terrein van het oude Autotron. Heel gaaf op zich. We rijden nu op het parkeerterrein van het tennistoernooi. De NL Open was dat vroeger, nu is de Rosmalen of de Autotron Open, ik weet niet helemaal hoe het heet. Een dikke W12 in een hele mooie donkerblauwe kleur met binnen beige en donkerblauw combinatie. Een 6.0, dus weer een beest van een auto, echt nog één van mijn favorieten. Dit prachtige exemplaar is overigens vers uit Monaco geïmporteerd. Juli 2018, 29.000 kilometer. Voor ongeveer 252.000 euro de uwe. En vergeet niet, nieuw was die ruim boven de 330. Ja, ik zou het overwegen als ik u was. Nou, als je natuurlijk zo'n Bentley bestelt, dan moet je natuurlijk de optie hebben van het roterende scherm. Ik ga er nou even op drukken. Het is slechts 10.000 euro extra, maar wat maakt het uit op zo'n hele prijs? In dit geval is hij natuurlijk al gekozen, want het is een occasion. We zien dan de temperatuurmeter, het kompas en de launch control stopwatch. Ja, echt een optie die erbij moet. Fantastisch mooi. Met 635 pk kan je natuurlijk heel snel 0 naar 100 onder de 4 seconden. Maar eigenlijk is deze W12 gemaakt, net zo eigenlijk als de V8, om te zoeven. En ik merk ook dat ik zelf ook een zoever ben, mijn hele leven al. Je zoeft door het leven. En ja, dit is echt een zoever, dus je gaat rustig. Het rijdt natuurlijk als, ja, het rijdt als een fluwelen tapijt. Het is gewoon niet hoorbaar en het rijdt zo mooi. Ja, echt, vroeg of laat moet ik deze auto een keer toch gaan aanschaffen. En ja, het past gewoon bij mij. Ik vind het fantastisch. Vond je dit nou een leuk filmpje? Like het dan even. Zou ik zeer waarderen. Abonneer je ook even en zet even de melding aan. Dan ga ik nog eventjes heerlijk rijden met mijn drie dochters. Ze heten overigens alle drie Fleur. Goedemiddag.